Hartelijk welkom. Na Sinterklaas, toen de kerk wel veel breder bezet was als nu, is het nu een voortzetting daarin, min of meer in het kader van Open Kerkendag. In heel Noord-Brabant is de bedoeling dat vandaag de kerken opengesteld worden. Dat geldt zowel voor de katholieken als de protestante kerken. En in dat kader is vanuit de parochie, met name vanuit de groep die de rondleiding in de kerk doet en de torenbeklimmingen, een aanvang gemaakt om een programma te maken voor vanmiddag. En daarbij hebben ze het restauratiefonds, Stichting Restauratie Nicolaaskerk, waarvan ik de voorzitter mag zijn, ook gevraagd om daarin mee te doen. We hebben samen een programma opgesteld en daarbij hebben we gedacht om een concertachtig bijeenkomst te krijgen. Wie kun je dan beter vragen om mee te denken in de groep als Anneke Hageman? Anneke heeft dat met veel plezier aanvaard. Thank you.
2014 zijn wij als Stichting Restauratie Heilige Nicolaas of Heilige Nicolaaskerk gestart. En we hebben ons beraden van ja, hoe krijgen we nou in godsnaam al dat geld bij elkaar? Ongeveer 300.000 euro is begroot, is geraamd. Maar goed, er zitten wat dakkapellen op en wellicht dat die door mensen uit het dorp, daar zijn er in ieder geval wel aanbiedingen voor, mensen die zeggen ik heb niet zoveel geld, maar ik kan wel arbeid leveren. Nou, of dat kan, dat moet bekeken worden met degene die het uiteindelijk gaat uitvoeren. Maar om en nabij 300.000, waarvan al ongeveer een ton nodig is voor de steiger. Dus dat betekent nogal wat, dat je voordat je aan de gang kunt al het nodige kwijt bent. Wij zijn gestart met een bedrag van 115.000 euro van het Rijk. Dat was een mooi begin. Maar alle volgende stappen die worden steeds kleiner. We hebben toch nogal wat fondsen gevonden die bereid zijn om een bijdrage te leveren. En dat heeft in totaliteit ongeveer een ton opgeleverd. Verder hebben we van de gemeente 7.500 euro gekregen. Dat heeft wel wat tijd en energie gekost, maar het is wel gelukt. Verder hebben we via lijfrente bij mensen uit het dorp dus met name toch zo'n 14.000 euro bij elkaar gekregen. En het overige, dat is dan nog zo'n 20.000 euro, dat zijn giften en acties. Nu moet je voorstellen, als je een bepaalde actie doet en je haalt 1.000 euro op, dat is al een behoorlijk bedrag. Dus om dan aan 3 ton te komen, en in dit geval dus uit giften en acties 20.000 euro, dan moet je toch nogal wat dingen ondernemen. Nou, er zijn al standaard wat dingen die elk jaar gebeuren. De kerstbomenverkoop, die brengt elk jaar wel wat op. Soms zelfs rond de 1.000 euro. De rondleiding in de kerk en het beklimmen van de toren brengt ook het nodige op. Daar zijn ze al een aantal jaren mee bezig. En dat is ook een mooie bijdrage voor het restauratie van de kerk. Maar met name ook om de kerk wat meer bekendheid te geven. En nog meer de waarde van de kerk aan te tonen. Verder hebben we ook winkeliers bereid gevonden om vorig jaar rond de kersttijd het nodige in te brengen. We hebben met carnaval hier op het kerkplein in de stromende regen toch geprobeerd om die koe op de juiste plek wat te laten vallen. Waardoor iemand een prijs had, maar waardoor wij in ieder geval ook zo'n kleine 1.000 euro opgehaald hebben. Verder, de boekenmarkt heeft een paar keer de opbrengst aan ons geschonken. De Leientocht is actief geweest. Hoewel een aantal dingen soms niet lukken, blijkt dat wel toch dat er animo is om mee te helpen en mee te zoeken naar mogelijkheden om het geld bij elkaar te krijgen wat nodig is. En het totaalbedrag wat we bij elkaar hebben weten te vinden, hebben we in een mooie check die gemaakt is door een Helvoortse ondernemer. We hebben het bedrag opgezet
En dat wil ik nu jullie laten zien en overhandigen aan Jan. Dat is 254.000 euro. Dan zeg ik beste Helvoortenaren. Er zijn er niet zo heel veel, maar vooruit. Degenen die er zijn, die spreek ik dan toe. Als vicevoorzitter van het kerkbestuur Heilige Edith Stein krijg ik hier een geweldige som geld, 245.000 euro, van het restauratiefonds Nicolaaskerk uitgereikt. Zoals jullie weten is dit geld nodig om onze prachtige kerk, en in dit geval de toren, in goede staat te houden. Onze kerk is een monument, welke ook in de toekomst als hoofdkerk van de parochie zal blijven functioneren. Dus al winst. Wel is het realiteit dat het aantal kerkgangers terugloopt, waardoor de baten naar verhouding afnemen en de kosten van instandhouding van een historisch monument, dat is lastig, we zijn er trots op, maar de kosten van zo'n kerk zijn ook hoger dan de kosten van een kerk, van de Lambertuskerk in Kromvoort. Dat is een groot verschil. En natuurlijk zou het goed zijn om de functies van het kerkgebouw te vergroten, zonder natuurlijk de hoofdfunctie in gevaar te brengen en het monument in de huidige staat te beschadigen. Zo heeft het bestuur de begrafenisondernemers benaderd en aangeboden om de kerk ook te gebruiken voor afscheidsbijeenkomsten zonder Rooms-Katholieke stempel. En dat is een actie die loopt, maar veel animo is er nog niet. Maar er is soms wel behoefte aan een grote ruimte en dat kan hier in deze kerk. Vandaag is het Open Kerkendag en kan de kerk door elke geïnteresseerde bezocht worden. En we zien ook dat onze kerk zich uitstekend leent voor concerten, bijvoorbeeld wat we net hebben gehad, tentoonstellingen, staat er één kleintje achter, en Sinterklaas-intochten. Nou, die extra ideeën met respect voor het monument en zijn hoofdfunctie blijven welkom. Een opbrengst genererende exploitatie, dat je geld overhoudt, niet alleen kosten, maar ook geld overhouden, is echter verre van eenvoudig. En misschien wel onmogelijk. Des te crucialer is het hebben van een actief restauratiefonds. In een eerder stadium hebben de voorgangers van het huidige team een groot bedrag bij elkaar gebracht voor de restauratie van het volledige interieur, met dit als prachtig resultaat. En het huidige team, onder leiding van Harry van Hal, heeft de laatste jaren diverse activiteiten ondernomen en allerlei mogelijke donoren aangeschreven om die 300.000 als richtbedrag te gaan halen. En dit is, heeft Harry net laten zien, voor een heel groot gedeelte gelukt. De mensen achter het restauratiefonds erg dankbaar. Harry van Hal, Ad van Wijk, Karel Asman, Arjen van Nuland en Toon van der Zande mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor de vele inspanningen die dit prachtige bedrag als resultaat hebben opgeleverd. Dankjewel. See them.
Veel pastoors, kerkbestuurders en anderen, we hoorden net ook al wat kreten, zoeken naastig naar methoden om mensen en vooral ook jonge mensen naar de kerk te krijgen. Dat kan naar mijn mening niet meer op de manier die ons door ons alleen maar te bedienen van de oude vertrouwde liturgie, zoals die voor onze ouders vanzelfsprekend was. De mens moet meer centraal komen in het zoeken naar zin. De versieringen van het interieur hier in deze kerk zijn van een andere tijd. Maar de metaforen die zij verbeelden bieden wel de mogelijkheid om de basisboodschap van Jezus van Nazareth eigentijds te verpakken. Maar dat vereist verbeeldingskracht. En dat is een kwaliteit die we niet hebben weten te onderhouden of te ontwikkelen. Daar moeten we dus aan werken en hard werken. Want zonder inspanning zal er geen resultaat zijn. Een voorbeeld dat tot navolging strekt betreft het werk van de Taizé-groep van deze parochie. Het laat zien dat de vieringen, zoals die in Taizé vorm hebben gekregen, ook hier aanslaan. Ook zij gebruiken de entourage van dit kerkgebouw en vullen dat met gebed, meditatie, zang en vooral stilte. Jan Versteijnen en ik, we zijn inmiddels niet zo traditioneel katholiek meer. Wij menen echter wel dat de waarde van de traditie zelf behouden moet blijven. En deze te gebruiken om tot diepere zingeving van het leven te komen. Vandaar onze bemoeienissen met deze kerk, het interieur, de rondleidingen, het boek Huis vol symboliek en vandaag aangevuld met een nieuw boekje Symboliek van een toren. Hierin worden alle wetenswaardigheden van de toren van deze kerk beschreven en van foto's en tekeningen voorzien. Sinds 2016 maken de torenbeklimmingen deel uit van de jaarlijkse zomerevenementen. En inmiddels hebben vele mensen al de trappen beklommen en de interesse is nog steeds groot. Mag ik nu overgaan tot het uitreiken van het eerste exemplaar? En dat wil ik graag doen aan onze nieuwe pastor. Day.